Ja, bedankt voor de introductie. We hebben het hier natuurlijk over de transitie naar een duurzame energievoorziening. En die heeft behoorlijke invloed op het elektriciteitsnet. Het eerste wat je ziet is het aandeel elektriciteit in het energieverbruik stijgt. En dat klinkt paradoxaal, hè? Want je zou denken als ik een energietransitie doorga, dan moet het verbruik omlaag. Als jij vervoer elektrificeert, dan gaat jouw overall energieverbruik omlaag, maar jouw elektriciteitsverbruik gaat omhoog. Het tweede is, elektriciteit wordt duurzamer geproduceerd. Dat heeft tot gevolg dat je de productie minder goed kunt sturen. En dat is wel een uitdaging, want op het moment dat die vraag er is, wil eigenlijk iedereen zijn elektriciteit toch wel geleverd hebben. Als het net op dat moment niet waait of de zon niet schijnt, heb je in principe natuurlijk gewoon een uitdaging die je niet hebt op het moment dat je elektriciteit uit gas of kolen maakt. Het goede nieuws, wat daar dan weer bij past, is dat het elektriciteitsverbruik ook meer flexibel wordt. De gemiddelde Nederlandse auto staat 20 tot 22 uur per dag stil. Om het gemiddelde aantal kilometers op te laden in die auto, heb je 2 tot 4 uur nodig. Als je die auto gewoon aan het net hangt, heb je dus 2 tot 4 uur die je kunt spreiden over 20 tot 22 uur. En dat maakt het natuurlijk mogelijk om die auto wel op te laden als de zon schijnt of het op de Noordzee waait. En dat misschien dan toch maar even niet te doen als de zon niet schijnt en het op de Noordzee ook niet waait. Je moet in een elektriciteitsnet altijd een stroom hebben die lager is dan de netcapaciteit. En dat laat dit plaatje eigenlijk zien. Je hebt een netcapaciteit, die is constant, hè? Er ligt een kabel in de grond, die heeft een bepaalde diameter en een bepaald spanningsniveau en dat geeft aan of dat bepaalt hoeveel elektriciteit er dan doorheen kan. Dan zie je al dat dat ertoe leidt dat dat net ergens niet zo effectief en efficiënt gebruikt wordt. Want je ziet in de ochtend en in de avond zie je de pieken. En we krijgen nu die extra energiedragers, of verbruikers, met name de elektrische auto's en de elektrische verwarming, omdat dat een kant is die je opgaat in het kader van de energietransitie die wij nastreven. Nou, kan het natuurlijk zo zijn dat je die er aan het net hangt op het moment dat je die pieken al had die ik net liet zien. Dan gaat het dus in het net gewoon verkeerd. Op het moment dat je dat nou anders doet en je benut die flexibiliteit, dan schuif je die nieuwe verbruikers in de dalen van de elektriciteitsvraag. Wat voor een groot deel kan, omdat ze immers flexibel waren. Vervolgens zie je dan dat de dalen omhoog gaan, maar dat is geen probleem, want het net heeft een vaste capaciteit die er gewoon ligt. En je ziet de pieken weer terugkeren tot het oorspronkelijke niveau. En je kunt dus je huis verwarmen met elektriciteit en je auto laten rijden zonder dat er een meter extra net voor nodig is. Als je dit goed doet, kun je het hele Nederlandse wagenpark elektrificeren. Kan iedereen thuis laden zonder dat we een meter extra infrastructuur nodig hebben. Omdat er gewoon veel meer elektrische energie door het net heen kan dan wij er nu doorheen pompen. Alleen niet op de piekmoment. Om dat te doen heb je wel wat meer intelligentie nodig. Je moet weten wat het elektriciteitsverbruik is. Je moet weten wat de netcapaciteit is. Je hebt natuurlijk prijsinformatie nodig. Weersverwachtingen. Want als ik nog met mijn auto weg wil, moet ik natuurlijk uiteindelijk wel zorgen dat die auto opgeladen is, ook als de zon niet gaat schijnen. Daar heb je ook natuurlijk inschattingen van de beschikbaarheid aan duurzame energie en van het elektriciteitsverbruik voor nodig. En dat leidt tot wat dan heet een intelligent net of een smart grid. Wat het dus mogelijk maakt om een heleboel extra elektriciteit door het net heen te trekken, zonder dat je extra netwerk nodig hebt. Maar daar heb je wel die intelligentie en die data voor nodig. Lukt dat nou ook in de praktijk? En één belangrijke stap daarin is de slimme meter. De slimme meter had als oorspronkelijk motief energiebesparing. Het idee was, als wij mensen meer confronteren met hun energieverbruik, dankzij de rijkere gegevens die je uit een slimme meter kunt halen, dan trek je aandacht, werk je aan bewustwording en gaan mensen minder verbruiken. Maar inmiddels heeft hij een tweede goede kant. Dat is namelijk dat je veel dynamischer kunt afrekenen. Een aantal commerciële energieleveranciers doet dat ook al. En de discussie over netbeheerders, waar ik natuurlijk werk, ook die kant op zouden moeten gaan, die loopt volop. Het volgende wat wij hebben gedaan is ook die toekomst, zoals ik hem hier schets, gewoon al bij mensen binnengebracht. Dit is een pilot geweest, die hebben wij in Zwolle en in Breda uitgevoerd. En daarbij kregen mensen dus al variabele net- en leveringstarieven. En kregen zij ook een wasmachine
die daar dan rekening mee hield. Nou, vervolgens hebben wij gekeken, wat werkt dat nou technisch uit? Daar ging de piek al 10-20% omlaag. Elektrische auto's hadden ze nog niet, dus die konden we niet echt meenemen, die pilot. Die konden we ook niet beschikbaar stellen, want het werd te duur. We hebben ook aan die mensen gevraagd, vindt u het nou leuk? En we hebben de pilot 3 jaar laten duren om te kijken, houden ze het ook vol? Nou, die resultaten zijn echt positief. Het is echt niet zo dat iedereen op de banken staat van enthousiasme. Maar het is zeker een route in de duurzame energievoorziening van de toekomst, waarin dit gewoon zijn plek gaat hebben en krijgen. Wat we nu ook doen is, de collega uit Eindhoven die moet dit kennen, want dit is het oude Philips-trein Strijp. En daar doen wij ook experimenten om met bedrijven flexibiliteit te mobiliseren en in te zetten op een goede manier in het energiesysteem als geheel. Dus dan ben ik terug bij de vraag waar ik mee begon. Gaan wij betalen omdat wij het allemaal zo inregelen dat we flink wat extra infrastructuur nodig hebben om de energietransitie en met name het elektriciteitssysteem te equiperen voor de toekomst? Of gaan wij het op een intelligentere manier doen en gaan wij de infrastructuur die wij al hebben beter benutten? Dank voor uw aandacht.